Koekstraat presenteert Jacques Vermeire en Ruben van Hucht van 7 tot 77. Ja, we gaan aan een nieuwe show werken, beste mensen. Ik heb daar enorm veel zin in. Jacques zei mijn hoogtepunt, de Drie Wijzen-tournee. Ik zou graag met hem werken aan een nieuw hoogtepunt. Dat minstens het niveau van vorige hoogtepunten kan evenaren. Dat is mijn ambitie alvast en ik denk ook die van Jacques. Dus we willen echt een fantastische show in elkaar knutselen. De show heet Jacques van 7 tot 77. Maar mag ik nog iets zeggen voor alleen dat we gaan beginnen? In deze show, want ik zou graag toch een klein voorsmaakje willen geven van de effecten die we gaan gebruiken in deze zeer dure show, omdat de techniekers veel te duur zijn voor hetgeen ze doen, zou ik graag hebben ook de verbroedering tussen de culturele centra en de gewone volkse organisatoren, om die mensen bijeen te brengen, geef elkaar allemaal even een hand. Ja, een hand, de verbroedering. Oké, goed. Mooi, en nu de laatste, mooi. Steekt zijn vingers in het stopcontact. Voilà, dat was een klein effectje. Ja, je bent nat, hè? Dan is Gertie ook nog eens nat. We hebben dat speciaal gedaan, Gertie, voor u. Ruben, ga nu maar verder. Ja. In ieder geval, ja, er ontstond wat. En daar stonden we dan op. En ik zal die dag nooit vergeten, van mijn leven niet meer. 4 juli 2017, dat was afgelopen zomer. De opnamedag van FC De Kampioenen in Sint-Truiden op Staaien. In mijn habitat ook een beetje, hè, want ja, het was een voetbalarena. En Jacques was daar om DDT te spelen, ik was daar om mezelf te spelen. Dat is toch het enige dat kan trouwens. En wij geraakten aan de praat en hij was bezig over wat hij allemaal aan het doen was. En ja, zeg het dan maar. Ja, Jacques, ik was bezig over Kurt Verheegen, die u daar ziet zitten, en over Gertie. Wat een succesvolle tournee dat we hadden, maar dat ik toch iets anders zocht. Hè? Want de vorige tournees waren zeer goed geweest. En ik kwam in een aangever werken, maar niet gelijk vroeger. Omdat, ja, het moet een jongen... Terwijl dat ik aan babbelen was... voelde ik, ja, dat is, ja, jij zou de perfecte aangever zijn, omdat tenminste een fan is van mij. Hè? En ook omdat ik denk dat hij dat goed gaat kunnen. Allee, vragen dat stellen. Dat hoop ik toch. Hè? Ik ga mijn best doen. Hij heeft daar wel testen moeten doen bij mij, auditie en al. Nee, bij verschillende presentatoren. Hè, wat waren er. Iedereen wou met mij optreden, zoals Kurt Verheegen. Hij wou met mij optreden, maar ik heb gezegd, kunt er iets verder aan lagen, alsjeblieft. Nee. En ik denk niet dat je thuis was als ik gebeld heb. Maar Paul, laat ons daar nu niet verder over discussiëren. Ik zeg tegen de Thomas, God verdekken, de Ruben had precies goesting. Hè? En hij stuurt s'avonds een bericht naar mij, op mijn gsm. Hey, ik heb hem nog altijd zo'n belachelijke, ik weet het, een belachelijke gsm. Ja, ja, artiesten hebben ook belachelijke. Hey. En hij zegt, en hij voelt, hij heeft goesting. Ik had een Thomas en een uur later, ik belde met u. Dat was inderdaad straffen van het verhaal, want ik had een sms'je gestuurd dat eigenlijk wel zeer voorzichtig was, want het kon uiteraard zijn dat hij eigenlijk maar een wilde gedachte had en dat hij dat helemaal niet meende. Maar hij belde mij nog terug om 22:45 s'avonds dezelfde dag om te zeggen van kijk, ik heb met Thomas gebeld, we gaan dat zeker doen. En eigenlijk voor mezelf was er dan ook niks meer nodig, we hebben dan elkaar gesproken. En wat ik zeker wil onderstrepen is dat Jacques nog, en dat kan ik ondertussen wel bevestigen, want de vele keren dat we samen gezeten hebben, Jacques heeft enorm veel goesting nog in te spelen, voor alle duidelijkheid. In de rest, dat weet ik zo niet, maar in ieder geval om te spelen, daar heeft hij enorm veel zin nog in. Er is veel gedrevenheid, we spreken heel vaak af om te brainstormen. En er ligt ondertussen ook wel al hier en daar iets klaar. We hebben nog uiteraard geen invulling van sketches, er is nog geen tekst, er zijn ook geen one-liners, maar wel al een idee van een aantal typetjes die we willen doen. Ja, hè, ja. We willen vooral nieuwe typetjes. We sluiten niks uit, maar het zullen vooral nieuwe types zijn, omdat ja, we denken dat toch het oude toch moeilijk evenaarbaar is. Maar bijvoorbeeld, ja, ik denk maar iets, de nonkel van Philip Geubels zou zomaar eens de revue kunnen passeren. Er zijn al typetjes die vaststaan. De nonkel van Philip Geubels die woont in Duitsland. Jozef Geubels, een Duitse, dus dat is de Duitse familie. En in de oorlog, ze zijn van Mechelen. Hij gaat waarschijnlijk zo een beetje Mechels klappen. Hij klinkt een beetje Joseph, als Philip Geubels. Hij gaat ook wat viel eraan klappen, want ik geloof dat zijn moeder de dood had met de vader van Geubels. Enfin, dat waren half broer, half zus. En, dus dat typeke zal waarschijnlijk al klaar zijn. Maar we passen ook ons dialect aan de streek dat we zijn. Verstaat het? We gaan ook een beetje boers kunnen klappen. En we gaan eens een beetje van alles kunnen doen. Verstaat het? En een beetje campus kunnen we ook doen. Limburg, dat die zingen, dat doen we niet. Maar dan kun jij in de pauze wat paaldansen doen en dan kun jij wat bewegingen doen, gelijk niets voor gehoorgestoorden. Daarvoor ga ik u nog eens bellen.
daar kom ik nu op. Wat gaan we nog doen, Ruben? Wat gaan we nog doen? Er zijn verschillende tipjes. Ik denk maar aan bijvoorbeeld, ja, en dat is wel een primeur die we nu al kunnen zeggen. Jullie kennen uiteraard allemaal Eurosong. Hè? Iedereen kent Eurosong. Maar tot hiertoe is er nog nooit een inzending geweest van Vaticaanstad. Hè? Dat is nog nooit geweest. Maar die hebben we in primeur vast. We gaan een bezoek krijgen van de man die volgend jaar op Eurosong voor Vaticaanstad zal zingen. Het is een Belg die op Vaticaan werkt. Hij zal zo een beetje beschaafd praten. Hè? Vooral saliveren. Ja, saliveren, ik ken dat woord niet. Staat zoveel speeksel. Hij is ook de rechterhand van de paus Franciscus. Hij mag ook sissen zeggen. Hè? En hij is verantwoordelijk voor de restauratie van de beelden in het Vaticaan. Dus hij moet Adam heeft een stuk van zijn gat verloren. En je kent met een humor zo'n beetje kakapipi. Maar bon, als het niet overdreven is. Hè? En heeft dat en dat. En hij gaat dus praten over de deelname aan het Songfestival. Dan moeten we nog volledig aan werken, maar dat wordt geweldig plezant. Ja. Echt, je gaat lachen. Allee, hoop ik toch. Ja. En ook het geluid van dieren ga ik nadoen. En ik ga praten over mijn grote avonturen. Ik heb dat zo'n beetje ontwikkeld zo, bij de drie wijzen. We gaan dat geweldig... Dat gaat een ontdekkingsreiziger zijn die geweldig krachtig gaat praten over de landen die hij bezocht heeft. Verstaat u? En ook hij gaat geluiden nadoen van de bavianen. De bavianen in Nigeria. Met de bekende kreet... En zo ga ik nog enkel doen. Ook het kleine slingeraapje, de Fuki Wutititi. Dat is een klein slingeraapje dat leeft in Kenia. En dat heeft een heel fijn typisch geluid s'nachts. Dat klinkt als volgt. En zo gaan we alle soorten dieren doen, afwisselend met stammen twisten. Het wordt een heel boeiend gesprek, met veel beweging, ook met dans, omdat ik geweldig goed kan dansen. U weet dat. Woezy, woezy, kiki, wiki, woezy, woezy. Maar dat gaat u allemaal nog zien. Dat is de regendans. De zaal gaat dubbel, want ze gaat niet zien omdat de zaal dus dubbel gaat. Dat wordt een probleem. De mensen gaan niet kunnen zien naar het podium. Hè? Ja. Ondertussen is Sjaak helemaal los, de ontdekkingsreiziger. Misschien passeert er nog wel een oud tipje de revue, we weten niet. We hebben er nog niet over gesproken, maar het zou zomaar kunnen dat we de bekendste visser van het land uitnodigen. Weet het? Jeanke de Visser, stel je voor dat die nog eens langskomt. Wie zal het zeggen? Jeanke, goedenavond. Of goedemiddag ondertussen. Goedenavond ondertussen, ik weet het niet. We nodigen ook de bekendste DJ van de Kempen uit. Ja, dat wordt... Dat wordt DJ de Jean. Die ziet de Zos uit Hesselbenberg, die zo een bekken platenkens gaat draaien. Hoek. Zo een bekken het volk zeggen met de mensen. Hoek. Ja, verstaat je? Dat ga ik hoek door proberen te doen. Voilà. Bedankt voor uw aandacht. Geniet nog van uw water met citroen, zou ik zeggen. Ja. De volgende ronde.